Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode volg aflevering 35 in Mexico City. De ene laatste ronde van seizoen 3 is aangebroken en vandaag kan het de dag zijn dat wij voor het eerst wereldkampioen worden bij de coureurs. Lewis Hamilton en mijzelf strijden nog om die titel. Het wordt bloedspannend. Vorige wedstrijd was heel goed verlopen, we hadden een 1-2'tje gepakt voor ons team. En er komt een regulatieverandering aan, maar ik ben bang dat we die niet gaan overleven. Want we komen gewoon resourcepunten tekort om alles gewoon te adapteren. Dus dat lukt gewoon niet. Maar goed, heb jij die vorige aflevering gemist in de Verenigde Staten? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien? We hadden een 1-2'tje geboekt voor het team, dat zie je ook de resultaten staan. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan worden. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico. We zijn dus inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico. Een wedstrijd waarin er veel op het spel staat. Want als wij de race winnen, ook hetzelfde racerondepunt pakken en Hamilton finisht op een lagere positie, dan zijn wij volgens mij wereldkampioen. Maar eerst Q1 zien te overleven. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Want Mexico is een van mijn favoriete circuits op de F1 kalender. Ik krijg er wel een waarschuwing voor het bocht afsnijden, maar het is geen probleem. En we rijden naar P1 toe met een 1.13.5. En Russell zit erbij, 30.000ste maar onder onze tijd. Dus dat is heel goed om te zien dat hij dus naar P2 is gegaan. En Matsushita door naar Q2. Dat belooft dus wat voor het tweede deel van de kwalificatie waar we ook zijn aanbeland. Kijken of wij weer naar P1 toe kunnen rijden. Het rechte stuk is ontzettend lang. Dus verwacht maar bij de eerste bocht, bij de start, veel gedrang. De derde bocht hadden we beter kunnen nemen, sowieso. Krijgen we weer een waarschuwing voor het bocht afsnijden. Maar het is allemaal geen probleem. En we zetten een P1 neer met een 1.13.5. En nu is Lewis Hamilton 30.000ste sneller gegaan. En George naar P6. En de lokale thuisheld Sergio Perez naar P8. Maar ja, toevallig dat Hamilton nu 30.000ste sneller is gegaan dan ons. Ik weet wel dat Hamilton en ik nog strijden om het WK. Q3 dan inmiddels. Kijken wat het op gaat brengen. Hopelijk ook gewoon de pole position. Want in de vorige aflevering was volgens mij Lewis Hamilton te snel. 351 km per uur tikken we aan. De eerste run zit erop en het is een P1 met een 1.13.3. Dat is goed om te zien. En Bottas en Hamilton naar 2 en 3. Laatste deel van Q1 is aangebroken. En gaan we kijken wat dit rondje ons op gaat brengen. Hopelijk een verbetering. Het zou wel mooi zijn als dat gebeurt. ...351 km per uur, nog steeds de topsnelheid. Groen bij de delta, dat is heel goed. Die waarschuwing was minder goed, maar dat geeft helemaal niks. Paars in sector 1, groen in sector 2. En paars in sector 3 met een 1.12.4. Dat is onze tijd, een 1.12.4. Dat is 1/4 sneller dan Valtteri Bottas. En 1/17 sneller dan Lewis Hamilton. En gewoon bijna 1.5 seconden sneller dan Daniel Ricciardo. Dus dit belooft nog wat voor de ontknoping voor de titelstrijd. We starten dus vanaf pole position. We hebben ook de beste papieren om wereldkampioen te worden. Dus daar gaan we dan voor carrière aflevering 35 hier in Mexico. City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid.
And what of the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? At 2,285 metres above sea level, the thin air of the Autódromo Hermanos Rodríguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners make up a lap of this 2.6-mile circuit, and you can expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour, and overtaking too into the hard braking zones of turns 1 and turn 4. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the Professor. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Ricciardo, Alexander Albon, and Russell, Perez, Verstappen, Vettel, and Carlos Sainz, Norris, Leclerc, Pierre Gasly, and Stroll, Matsushita, De Vries, Antonio Giovinazzi, and Nicholas Latifi. Magnussen, Grosjean, Kvyat, and Esteban Ocon rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the... Het is vandaag een spannende dag in de F1-historie dat wij volgens mij Brabham gaan evenaren. Dat wij wereldkampioen zijn met onze eigen team. Hopelijk dat het vandaag kan gebeuren in Mexico tussen mijzelf en Lewis Hamilton. Daar draait het dus om voor de titelstrijd. Daar gaan we dan beginnen voor carrière aflevering 35. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Mexico. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg van onze startslot. Bottas minder weg. Ricciardo al gelijk naar P3. Maar Bottas kan hier in mijn slipstream komen. Kijk daar naar die binnenkant. Maar er is geen ruimte. Kijk dan hier naar die buitenkant. Maar dat lukt niet, want wij remmen hem uit. En we behouden de leiding in bocht nummer 1, 2 en 3. Dat is heel goed om te zien. Russell al gelijk naar P4. Pakt Lewis Hamilton bij de start. En dit is precies wat we moeten hebben om wereldkampioen te worden. We moeten zorgen dat Russell punten afpakt van Lewis Hamilton. En dat wij gewoon de volle buis scoren. Dat is gewoon het doel wat we moeten halen in deze wedstrijd. Maar de start overleeft. Goed om te zien. Dat is heel mooi. Ronde nummer 3 en we zetten de snelste raceronde met een 1.17.2. DRS is beschikbaar gesteld, maar voor Valtteri Bottas heeft dat helemaal geen nut. Want die is 2 seconden gewoon zoekgereden door onszelf. Ik weet niet wat er aan de hand is. En Russell na P4, Lewis Hamilton heeft het zwaar. Rijdt volgens mij op P6, als ik dat goed zeg, achter Alexander Albon. Dus dit is alleen maar goed. Zoals het er nu naar uitstaat, zijn wij wereldkampioen. Maar het kan nog veranderen, want er zijn nog gewoon 34 ronden te gaan. Als ik dat goed zeg. Ja, 33 ronden te gaan, 34 inclusief deze. Er is geen regen voorspeld. En Jeff adviseert om ons meer overtake te gebruiken. En we gaan naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Dat wordt soft. Wordt dat niet de soft medium, maar de soft. En dan gaan we hier ook weer 10 ronden lang op doorrijden. En in ronde nummer 20 gaan we dan naar binnen voor onze laatste pitstop. Maar Valtteri Bottas rijdt door. George Russell rijdt door. Rijdt dus nu op P2. Hamilton ook naar binnen. Albon naar binnen. Go. Stop is 2,5 seconden. En we komen gewoon in clean air terecht. Dus wij kunnen hard gaan pushen. Om de overcut van Bottas en George te voorkomen. Gat naar Valtteri Bottas is 18,1 seconden. Dat is niet genoeg voor een vrije pitstop. Dus hij zou gewoon harder moeten gaan rijden. Maar hij rijdt op die oude softbanden en wij rijden op een setje nieuwere soft. Bottas en Russell naar binnen. En we zetten paars in sector 2 en 3, maar rood in sector 1.
Charles Leclerc duikt naar binnen. Bottas komt als tweede weer de baan op. En Russell verliest een plekje aan Lewis Hamilton. Dat is jammer om te zien. Dus de overcut van George heeft niet gewerkt op Lewis Hamilton. En de overcut van Bottas heeft ook niet gewerkt op ons. Groen in sector 1, 14e sneller. Dat is heel goed om te zien. Er is trouwens één uitvaller, Lando Norris. Die moest de strijd staken, maar dat heb ik er niet in gezet. We zetten de snelste raceronde neer met een 1.16.9. Kat naar Valtteri Bottas is 5,7 seconden. En we rijden gewoon steady. We rijden gewoon goed. Zoals een toekomstig wereldkampioen. Maar eerst deze wedstrijd afzien te rijden. Afzien en afzien te maken. Dat wou ik dus zeggen. De banden zien er nog goed uit. En over 7 ronden gaan we alweer naar binnen voor onze laatste pitstop. Dan gaan we voor de medium banden. De pitwindow is open en we duiken dus naar deze ronde, dus naar binnen. En Russell heeft een achterstand van 14 seconden, maar hij zit wel in het spoor van Lewis Hamilton. Dus dat is heel goed om te zien dat George naar Lewis toe rijdt. Want George kan gewoon weer punten af gaan pakken van onze rivaal in de WK, Lewis Hamilton. En dat is precies wat wij willen. Their tires are 7 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 18.2. En Russell doet volgens mij dezelfde strategie. Affirmative. Medium tires at the next stop. We gaan dus voor de medium band. En dan gaan we kijken waar we dan zo meteen terechtkomen. Als we terug weer de baan op rijden. Hier dan dus het mooie stadion gedeelte. Waar we gewoon 36 keer voorbij komen. Dat is nu nog maar 16 keer. En we duiken naar binnen. Voor de mediumband. We krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Maar dat is heel goed om te zien. Bottas rijdt een ronde door. Hetzelfde geldt voor George Russell, dus die gaan weer voor de overcut. 2 seconden is de tweede pitstop, dat is heel snel voor ons team. En we komen gewoon als derde weer de baan op. Net als bij de eerste pitstop. Er zijn nog 15 ronden te gaan, dus dat belooft nog wat. Leclerc gaat ook nog een ronde door. Die komt voor Lewis Hamilton terecht. Dus Hamilton zit in verkeer. En wij denk ik zo meteen ook. Maar tot nu toe verloopt alles heel goed. Paars in sector 1. Groen in sector 2. Ik ruik een snelste raceronde. Gaat die er ook komen? Jazeker. 15e sneller en we zetten een 1.16.3 neer. Het gat naar Valtteri Bottas is 9,2 seconden. Dat is groot. En Russell rijdt op P3, dus dit is heel goed om te zien dat George op het podium staat. Hij rijdt een goede reeks van wedstrijden, dus dat is heel goed om te zien. We komen wat achterblijvers tegemoet. De eerste is een Haas en een Williams. Daar hebben we dan Magnussen en Latifi volgens mij. En Magnussen houdt ons daar wel een klein beetje op. Hij heeft blauwe vlaggen en ik ben hier niet zo blij mee. En dat laat ik ook gewoon even merken om even naar hem toe te rijden. En ja, te zeggen, wat doe je daar nou? Het is trouwens niet Nicolas Latifi, maar het is Nick de Vries, onze landgenoot. Momentje overstuur op de exit. Maar het is geen probleem. Ik denk dat Nick ons gewoon voorbij gaat laten op dit rechte stuk. Want verdedigen is zinloos.
We gaan ronde nummer 28 alweer in, nog 8 ronden te gaan. En De Vries laat ons gewoon mooi voorbij. Gat naar Bottas is 10,3 seconden. Oh, wat doe je, Nick De Vries? Wat doe je daar? Je remt daar gewoon naar mij toe en spint daar gewoon op domme wijze. Heel gek wat daar gebeurde. Niet mijn fout, want Nick moest gewoon dat niet doen. Zo simpel is het. En we komen alweer bij een volgende groep jongens terecht. En ze maken het hiermee heel lastig. Wat doet daar in één keer? Wie rijdt daar? Latifi in één keer. Volgens mij was het ook Nobuharu Matsushita die daar ook even een aanval wou doen. En Romain Grosjean. Die zaten elkaar in de weg. En dus ook mij in de weg. Maar we zijn er gelukkig voorbij. Dus dat is heel goed om te zien. We gaan zo meteen ronde nummer 30 alweer in. Gat naar Russell is 18 seconden. Ronde nummer 35. En daar is de volgende die we op een ronde gaan zetten. Dat is Antonio Giovinazzi in zijn Alfa Romeo. We wouden even profiteren van zijn slipstream. Is ook een klein beetje gelukt. Maar beter op een ronde gezet dan crashen voor slipstream. Zo zie ik het maar. Maar goed, dan gaan we de laatste ronde alweer in van deze bijzondere wedstrijd. En dat betekent dat dit een ere rondje wordt om het WK te gaan vieren met mijn team. Want als het zo eindigt, zijn wij wereldkampioen. Beter dan dit kan het gewoon niet. Op deze plek wereldkampioen worden, dat is gewoon speciaal. Dat heeft Hamilton in 2018 en 2017 gedaan. Nu doen wij het in 2021 voor het team Schraven Racing. Die titel moet nog een keer binnenkomen. Dat verwacht ik in Brazilië te gaan doen met George Russell. Om Mercedes gewoon definitief de KO-klap te geven. Want daar zijn we nog mee fel in de strijd voor het constructeurskampioenschap. Maar Lewis Hamilton kan niet meer naar ons toe rijden. Heeft ook niet genoeg punten om nog kans te maken voor het WK. We zijn bijna aanbeland bij sector 3. Het laatste deel van het circuit. Rijmt het ook nog eens? Dat weet ik niet. Volgens mij wel. Ik ga zeggen ja, dat rijmt. Het was een bijzondere wedstrijd. Russell maakt een 1-3'tje compleet voor ons team. Confetti is uitgebarsten hier in Mexico. Dat betekent dat we de laatste bocht gaan naderen. En dat betekent dat we voor het eerst wereldkampioen zijn met ons team sinds Graham Hill. Wij zijn dus wereldkampioen in My Team Career Mode. Een geweldige presentatie of prestatie. Dat ook een geweldige presentatie. Maar goed, dat boeit helemaal niks. We gaan het WK gewoon lekker vieren met het team en mijn teamgenoot. And with that, another year of Formula 1 draws to a close. And the new World Drivers Champion is declared. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus de grote prijs, pakken ook snel het racerondepunt. Daardoor winnen wij dus het wereldkampioenschap van My Team Career Mode in seizoen 3. Bottas naar P2, George Russell naar P3, maakt het podium compleet voor ons. En zorgt ervoor dat Lewis Hamilton niet meer ons kan inhalen. Dat is heel goed om te zien, dus George Russell heeft gewoon een uitstekend werk geleverd. Lando Norris uitgevallen, dat had ik dus niet in de clip staan.
38 punten verschil naar Lewis Hamilton en gewoon 100 punten verschil naar Alexander Albon. En Russell en Bottas en Albon knokken nog voor die P3. Het constructeurs blijft nog spannend. 33 punten verschil naar Mercedes. Maar dat zien we dan voor de laatste wedstrijd in Brazilië. Eerst deze aflevering nog lekker vieren met het team. En deze video natuurlijk. Dit was dus Genam mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten? Beloon het overal met een like. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageren wat er beter kan moet worden op deze video. Schakel ook een lekker belletje aan van de abonneeknop die ernaast staat natuurlijk. Om te zorgen dat jij geen enkele video meer van mij mist. En ja, tot de volgende keer bij deze Career Mode. Het einde van seizoen 3 nadert. Dan gaan we verder voor de laatste aflevering in Brazilië. En dan gaan we op naar seizoen 4.